Café Chantant, Café Chantant. Dan krijgt u bij uw wijntje een treintje en refreintje. In het Café Chantant, Café Chantant. Daar heeft u voor een prik den hele avond schik. Welkom bij een nieuwe aflevering van Café Constant, de Anderlecht-podcast gemaakt door Anderlecht-supporters voor Anderlecht-supporters. Mijn naam is nog steeds Dries Stuyven. Ik word zoals altijd geflankeerd door Tim van Rooij en Kenny de Vogelaar. Hi guys. Hallo. Goedemiddag. Er is vandaag hoog bezoek, een oud-trainer van Anderlecht met maar liefst twee landstitels van Anderlecht, of bij Anderlecht, en ook de beker van België. Meneer Ariel Jacobs, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit het met jou? Ik denk en ik hoop goed. Er komt een tijd dat je dat niet zo... per se wilt of durft te zeggen, maar het gaat wel. Ja. Hoe hou jij je tijd, of hoe vul jij je dagen tegenwoordig? Ben je Hugo Broosgewijs bloemen en planten aan het verpotten in je tuin, of heb je andere bezigheden? Ja, dat doe ik ook wel een beetje, om een evenwicht te bewaren. Maar ik werk als externe consultant voor de jeugd van de Pro League clubs en doe wat consulting in het buitenland en zo soms nu en dan is... een of ander wedstrijdje analyseren, buitenland, voor 11. We gaan zo meteen praten over jouw roemerijke carrière bij Anderlecht als hoofdtrainer en ook een deeltje natuurlijk als assistent. Kenny, eerst en vooral, als jij de naam Ariel Jacobs hoort, aan wat denk je dan spontaan? Veel, hè. Veel zaken. Ja, ik heb met zijn dochter samengewerkt, dus dat is dan een eerste link. Niet meteen waar ik naar op zoek was. Nee, ik heb tegen hem zijn zoon gevoetbald ook. Dat is ook grappig, dat juist ervan aangehaald. Maar ja, ik was toen nog stadionsupport. Hè. Dus ik heb het debuut van Lukaku meegemaakt. Ik kan zoveel dingen. Suarez, Biglia. Ik denk dat hij heeft de eer gehad om ja, heel zijn periode bij Anderlecht met Biglia te werken. Daar ben ik alleen daarom al heel veel bewondering. En noem maar op, er zijn zoveel zaken. Ik heb een super Europese campagne dat ik me nog herinner. Dat ik levendig heb meegemaakt. Er zijn zoveel zaken en zoveel vragen. Dus we zitten wel te popelen om die allemaal te kunnen afvuren. Voilà. Tim, als ik een rondvraag heb gedaan bij Anderlecht supporters over Ariel Jacobs, zijn termen die vaak terugkomen. Gentleman, zeer wel bespraakt. Vaderfiguur en ook cynisme. Mm-hmm. Kan jij je daarin vinden in die omschrijving? Klopt. Ja, bij mij altijd bijblijft zijn de interviews mee naar het einde van de periode bij Anderlecht, waar het cynisme af en toe een beetje de kop stak. Ik denk wel logisch was in die periode. Delen jullie dat cynisme een beetje? We delen dat cynisme wel redelijk. Maar hij heeft er meer reden toe in die periode. In die periode. Nee, dus ik vind me daar wel helemaal in. Ja. Alright. Volg je het Anderlecht van vandaag nog van dichtbij? Ja, wat is dichtbij? Ik denk zoals iedereen. Van dichtbij is bij mij weten wat er intern gebeurt. En dus ik denk dat de club er goed aan gedaan heeft de laatste tijd, jaren, zich in dat verband af te schermen naar buiten toe. En proberen niet alleen op het veld, maar ook erbuiten een structuur op poten te zetten. Dus normaal. Dus volg je dat met de info die publiek gemaakt wordt. Ja, via de pers en de media en de wedstrijden zoals wij allemaal eigenlijk. Ja, wat is jouw mening over Kompany als trainer? Voor zover dat je die wil geven natuurlijk. Waarom niet? Dat zijn geen geheimen. Ik zie hem trouwens maandag, want ik geef ook nog les aan de kandidaten. Ik zou zeggen, doe hem de groeten van ons. Ja, nodig. Ik ga er blij mee zijn. Aan de kandidaat pro-license. Ik denk, maar hij zal dat nooit niet willen toegeven. En ik vind dat daar geen oneer aan is. Ik denk dat hij wel op die nu, wat is het, 3 jaar geëvolueerd is, maar tot dat besef gekomen is dat moest komen. Mm-hmm. Ik denk dat hij bewust was van het feit dat tussen spelen en trainen, dat daar, wanneer hij eraan begon als trainer, dat dat toch een groot verschil lag. Maar ik kan aannemen, en ik vind dat logisch, dat die passie, die drang er was om op een bepaald moment, na al die kwetsuren, te zeggen... gedaan, punt aan de lijn. En ik wil nu in het trainersvak. Alleen is het een ganz andere job. Dat denk ik weet iedereen. Maar het is ook zo dat degenen die hem altijd beoordeeld hebben, of het nu supporters zijn, of het nu tegenstanders zijn, of media, als speler en een sympathie hadden, hebben dadelijk ook, ik ga niet zeggen verwacht, maar ik denk dat Vincent zal al verwacht hebben... Dat gaat gewoon verder. En ik denk dat daar een stop in gekomen is. En dat dat een beetje ontraderd heeft helemaal in het begin. Maar ik vind ook, dat moet gezegd, dat geleidelijk aan
dat hij daar ervaring. Het is zeker geen dom persoon die dat zou blijven negeren. Alhoewel, ik vond dat hij dat misschien in het begin een beetje deed, als daar. Maar dus daar is hij bijgekomen. En ik denk dat hij het normale proces van iedere jonge beginnende trainer ondergaat. Vallen en opstaan. Ja. Vond je het slim om verkouderen vrij vroeg opzij te schuiven? Of had je ook liever gezien dat verkouderen nog iets langer een mentorfiguur was geweest? Weer is, daarvoor moet je er middenin zitten. Mm-hmm. Maar ik denk, compagnie zijnde, dat verkouderen op basis van zijn ervaring toch zal bepaalde zaken aangehaald hebben waarmee moet rekening gehouden worden. Mm-hmm. En ik denk dat compagnie dat wel zal gedaan hebben. Tot op het moment dat ze al gevonden hebben, ja, nu kan ik het toch alleen verder beridderen en dat hoeft dus niet meer. Of dat de twee visies misschien ook te ver uit elkaar lagen? Ja, het voor zover dat ik dat goed kunt uitspreken, dat het dus een beetje meer romantisch was toen bij Company. En dat Verkouden op basis van zijn ervaring weet, ja, er moeten ook punten gehaald worden. Dus proberen goed voetbal te brengen als het echt moet, als het kan. Maar voor het overige ook eens durven een wedstrijd te winnen op een minder academische manier. Anderlecht heeft diep gezeten de voorbije jaren. Ik zeg nu niks nieuw. Deed jou dat meer pijn dan een random Belgische club te zien struggelen op bepaalde gebieden? Je hebt er lang gewerkt, dus. Ja, het feit dat je er gewerkt hebt en dat je toch altijd zegt het is een grote club. Ik heb me heel vaak de vraag gesteld, in godsnaam, hoe kan zoiets? En niet dat je een steen gooit aan de toestand, aan de mensen die erin zitten en die overnemen. Maar dan vraag je af, ja, ik heb Anderlecht gezien als een groot containerschip. En als die moet een bocht maken, als die moet afremmen, als die moet stoppen, ja, dan duurt dat gaat niet zoals in het verkeer op 1, 2, 3. Dus allee, dat stond en er was veel nodig om dat uit evenwicht te brengen. En nu werd dat toch uit evenwicht gebracht. Hè. Ik denk alleen het steken op het feit dat er dus een overname met machtwissels gekomen is, dat heb ik altijd geweigerd. Want dat kan niet. Als ieder bedrijf, en ik denk dat bij de bedrijven nog meer het geval is, als ieder bedrijf bij telkens een nieuwe eigenaar zo lelijk tekeer gaat, en dan vooral naar beursgenoteerde bedrijven, ja, die gaan gewoon, die blijven erin. Dus die vraag heb ik me gesteld. Dat heeft zich toch geuit in zoveel wijzigingen op het vlak van bestuur, op het vlak van management, op het vlak van staf. Want ik denk, ja, meestal als we naar een club kijken, gaat de aandacht naar een technische staf. Maar dus de wijzigingen die er geweest zijn in de medische staf, in de fysieke staf, dat is enorm. En langs de ene kant ga ik zeggen, spelers zijn dan mee minder begaan. Als er zo nu en dan iets voorvalt, dan begrijpen ze dat ook en dat gaat boven hun hoofd. Maar als dat constant blijft, ja, dan begint je ook in een rollercoaster te voelen. En ja, dat is geen garantie voor goede werking of voor goede resultaten. Heb je nog contact met iemand van het oude Anderlecht-bestuur? Er is niemand meer. Nee. Los van het feit dat zij nog binnen Anderlecht werken, of niet natuurlijk. Ik zeggen, Roger van den Stok en jij kwamen goed overeen bijvoorbeeld. Ik zeg, ja, nee, jij, maar... ja, nee, absoluut niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet dat type trainer die bijvoorbeeld het gsm-nummer van Roger van den Stok had, omdat ik vind, ja, als je... Wat een soort respect. Onder andere, en dus respect ook voor de hiërarchie, ja. Dan vind ik niet dat zomaar kan... bij welke omstandigheden ook, dat je zegt, ik zou een speler willen, of het gaat goed en dat moet, of wat weet ik nog. Ik vond dat niet moest. Als ze mij nodig hebben, ja, dan weten ze mij te wonen en dan zal er wel gesproken worden. Dan bestempel ik mezelf nog een beetje van de oude trant. En dat ik vind, oké, die hiërarchie is er. En ik vond altijd dat die moest gerespecteerd worden. Ondanks het feit dat... dat Roger van den Stok heel vaak op een week tegen het lijf liep.
Heel vaak. En dat was dan niet om daar even te komen. Want ja, dan meestal zit ofwel op veld, zit in uw bureau. Dus het is toevallig als je iets buiten komt, of wat weet nog. Roger Manstok was ook niet de man die speciaal bij u kwam in de kleedkamer. Na een wedstrijd, gewonnen, verloren, ontgoocheling, blijdschap, om het even. Heel kort gedaan. Nooit is hij in een kleedkamer gekomen om de levieten te lezen. Ja. Als ik dan bepaalde andere verhalen over en andere clubs die ik niet ga noemen. Zou je daarmee om kunnen? Ik moet dan vooral lachen met de kritiek die mensen nogthans uit het vak geven. Dus dat gaat dan van, ik zal hem buiten smijten en wat weet ik nog allemaal. Dan weten ook dat je ergens je eigen dood. Ik vind de voorzitter die binnenkomt, die begaat een fout van welke aard ook. Je kunt misschien stoer willen overkomen als je dan als trainer zegt voorzitter. Ik denk nog altijd, al zijn voorzitter vaak onvoorspelbaar, dat bepaalde afspraken die je probeert, dus ik blijf voorzichtig, op voorhand te maken, deze situaties zouden moeten kunnen vermijden. Ja. Ik herinner me wel, ik denk dat Roger van Stok mij nooit niet geraadpleegd heeft bij een of andere transfer. Behalve eentje, dacht ik. Nu ben ik aan het... Nu zijn we heel benieuwd. Ja, nee, ze zijn voorzichtig wat gezegd nu, want ja, er is wel wat gepasseerd. En ik zag dat hij heel verveeld zat met die zaak. En dat was onze vriend Dieu. Ah, okay. Met hem terug te halen. Dan. Met hem terug te halen. Ja. Dus, officieel lag hij onder contract bij Wolfsburg, als ik het mij goed herinner. Oeh, dat weet ik niet. Dat detail, nu, dat deed er ook niet toe, bij manier van spreken. Maar dus we kwamen uit een periode dat er een paar spitsen de revue gepasseerd waren die dan minder succesvol waren. En dus, ik zal nooit vergeten, het was op een zaterdag. We speelden het zondag, de training was gedaan. En onaangekondigd kwam hij bij mij binnen en hij zegt, moet u eens even spreken. En ik zeg dat hij niet verveeld zat, maar met veel vragen. En hij zegt, wat denk je van een Bocani? En... Ik heb daar dadelijk op geantwoord. Ja, zonder zelfs de randvoorwaarden van, ja, kijk, hoe ver staat hij of wat weet ik nog allemaal. Maar dus het profiel van een Bocani, kennende, gezien, dacht ik wel dat dat iets kon doen. Maar, en dan kwam zijn probleem naar boven. Hij zegt, ja, zegt hij, maar je weet de omstandigheden waarin hij weggegaan is, wat hij zou gedaan hebben en allemaal voorwaardelijk en wat weet ik nog. En dan weet je, mijn antwoord was heel eenvoudig. Ergens is dat begrijpelijk dat een supporter, als dat inderdaad zo gebeurd is, zich in zijn hemd gezet voelt. Ik zeg maar langs de andere kant, oké, als hij presteert, als hij ten eerste dat indien hij het weer eens gedaan heeft en tot dat besef komt. En... hij presteert en hij scoort doelpunten. Ik zeg, dan denk ik dat de supporters hem wel terug snel in de armen zullen om daar even op in te pikken op Mbokani, die is vertrokken onder verkouteren. Hè? Was jij daar toen al? Nee. Dat was net voor u, hè? Ja. Want ik heb hier nog weten debuteren. Maar toen was het kalf al verdronken. Ja. Maar toen was het al foutu eigenlijk. Had hem al de beslissingen genomen. Ja, een van die zaken natuurlijk ook een grote handleiding. Hè. En Bocani, dus er zal daar toen ook wel veel gebeurd zijn. Maar ik heb nooit niet begrepen dat hij niet rapper zijn kans gekregen heeft. Het is nu wel makkelijk om te zeggen, door jou of door eender wie, van uiteraard moesten we die nemen, want we wisten van de kwaliteit. Het was op dat moment, na zijn transfer van Anderlecht naar Standaard ging naar het buitenland, dat is daar eigenlijk nooit echt vlot gelopen. Op dat moment was het misschien ook een beetje een vraagteken. Trekken we nog een kwalitatieve speler aan? Ja, als ik daar een anekdote mag over vertellen. Dus ik kende Dieu, maar niet persoonlijk. En dus ik heb er altijd aan gehouden om de mens en de drijfveren als voetballer te kennen. Dus een gesprek. En ik heb toen tegen Roger van der Stok gezegd. Ik zeg, kijk, vooraleer dat hem ook maar, als jullie tot een akkoord komen, tot medische testen komt, wil ik wel met hem een onderhoud hebben. Ik zeg, en tijdens dat onderhoud wil ik wel ook zijn makelaar erbij. Omdat ik, en dat is misschien de enige keer, want ik vind als trainer kun je niet praten met de makelaar. Maar ik vond, uit de echo's die ik opgevangen had, dat je dan misschien een bepaalde handleiding nodig had. Maar dan wilde ik ook dat datgene wat je met hem plant, de bedoelingen met hem, dat die ook gedeeld worden door iemand die hem hoogstwaarschijnlijk vaker tegen het lijf loopt
tijdens de dag dan de coach. En dus dat onderhoud vindt plaats. En ik had aan Bart Meert, die de videoanalist was, gevraagd van een korte video te maken met, ik zeg maar, 7-8 fasen die volgens mij kenmerkend maken. Want als je zegt, ik denk dat iedereen dat weet, nu spreek ik wel al 12 jaar terug. Ja. Maar dus zoals we toen Dieu kenden, was niet in orde van belang. Heel goede veerkracht, goede kopspel, snel, loopsnelheid. Krachtig. Ja. Krachtig. Ja. Kan een bal bijhouden. Een complete spits eigenlijk. Werkt, als hem zin had, werkte hij bij balverlies. Geen doelpuntenmachine, maar toch een redelijke garantie. Dus over al die topics had ik gevraagd van een video samen te maken, maar zo kort mogelijk. En dus dat was van zijn periode in Standaard. En dus die bewuste dag komt Dieu met zijn makelaar binnen. En dat zal weer mijn cynisme zijn, maar ja, dat is zo niet bedoeld. En dat kan misschien verkeerd overkomen. En hij zet zich neer en ik zeg, wat kom je hier doen? Dieu, die viel uit de lucht natuurlijk. Ik zag aan het gezicht van de makelaar, is die niet van om dood te nemen, wat weet ik nog allemaal. Zegt hij, ik kom mij helemaal aanbieden. Ik zeg, ik heb aan het bestuur hier meegedeeld wat ik wil als spit. Het profiel. Ik had de indruk, Dieu was niet meer. En dan, ik voelde ook wel, het is alsof dat gisteren was, ik voelde ook wel, dit moet ik niet te lang doen. En mijn computer die stond open. Ik zeg tegen hem, dit is het profiel van spit die ik wil hebben. En dat waren de beelden dus van hem. Want ik zie hem nog altijd, na twee beelden, na het eerste zal hem gezegd hebben, wat is dat? Na twee zal hem gezegd hebben, c'est moi. En ik zeg, voilà, probleem résolu. We zijn al wat gesidetracked, moet ik toegeven. Wat we eigenlijk gaan proberen te doen, Ariel, is om met jou chronologisch door de jaren bij Anderlecht te gaan. We gaan het dus niet per se hebben over jouw verwezenlijkingen als TD bij Genk of trainerscarrière bij La Louvière en zo verder. Ik zei er juist al, twee keer landskampioen geworden met Anderlecht en de beker gewonnen. Wie weet binnenkort een nieuwe beker voor het eerst sinds jou. Het zou zomaar kunnen. Je hebt wel lang gewerkt bij Anderlecht, ook als T1. Heb je daar een verklaring voor, waarom dat bij jou gelukt is en bij andere trainers niet? Nee. Geen verklaring? Nee, want het zijn inderdaad ook wel een beetje wisselende resultaten geweest. Allee, absoluut. En er zijn momenten geweest in die 4,5 jaar dat je beseft... zeker bij Anderlecht. Het zit moeilijk. Omwille van kwaliteit van prestaties, omwille van het resultaat, van ontgoochelingen en wat weet ik nog. Ik heb daar persoonlijk geen verklaring voor gehad. Ik denk ook niet dat ik mij... Was dat een bewuste keuze van jou? Of is dat gewoon de persoon, de gentleman in Arjen Jacobs? Nee, ook extern niet. Dat kan me verweten worden als een teken van zwakte. Dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat er zaken waren die volgens mij op welk gebied ook anders konden of beter, dan heb ik dat altijd kenbaar gemaakt. Maar ik heb dus nooit, omdat ik vind dat niet gaat, dan heb ik nooit via de pers mijn wensen, willen zitten ventileren. En ik vind op dat ogenblik, dan creëert je al in feite een sfeer die zich zeker tegen u kan draaien op het ogenblik dat er bepaalde twijfels gekomen zijn. Oké. We gaan beginnen bij seizoen 2007-2008. Jij begon bij Anderlecht als trainer van, of assistent eerder van trainer Frankie Verkouteren. Hoe komt Anderlecht bij Ariel Jacobs terecht als T2? Ik was verbaasd dat ik op een bepaald moment een telefoontje kreeg van Herman van Olsbeek. Ik was begonnen bij Moes Kroen in de maand februari of zoiets. Dat was een reddingsoperatie die tot een goed einde gebracht werd. En waar ik in onderhandeling was met de toenmalige voorzitter, die enorme plannen had met Moes Kroen, maar vooral met buitenlandse investeerders en wat weet ik nog allemaal. En vooral voelde ik, gestoeld op veel hoop, goede voornemens, beloften,
Maar vooral het moest komen van buitenlands kapitaal, waar helemaal geen zekerheid voor was. Daaraan gekoppeld ambities. Dus op het ogenblik dat ik bij Mouscron kwam, stonden we laatste. En we eindigen op het einde van het seizoen, ik zeg het vanaf februari, als eerste van de rechterkolom. En als ik tegen de voorzitter bij een van onze gesprekken zei, ik vind dat onze ambitie moet zijn van nu te mikken op de onderkant van de linkerkolom, vermits dat we dicht verwezenlijken en dat we weten dat dat kan. En misschien met links of rechts een versterking. En dan zullen we zien hoe dat verder moet. En die heeft me daar letterlijk en figuurlijk vierkant uitgelachen. Hij zegt, hoe kan ik met zoiets naar supporters gaan? Hoe kan ik met zoiets naar kandidaatsponsors? En vooral naar een geldschieter die er wil komen, maar die natuurlijk Europees voetbal dadelijk wil en die in België wil doorgroeien en grootse plannen heeft en wat weet ik nog. Dus daar voel ik al, hier is iets dat op korte termijn falikant moet beginnen goed af te lopen. Goed ingeschat wel op dat moment. Ja, maar dat was zo evident. Ja. Dat was zo evident, want ik zeg het, het was feitelijk wel wat met spijt in het hart omwille van het potentieel dat er toen in Mouscron zat. En ik krijg opeens dat telefoontje van Herman van Osbeek, die tegen mij zegt, kijk, wij zijn op zoek. Hij zegt, in feite, iedereen praat altijd van de persoon Jean Dox en het werk en de functie die hij coördinerend had in de club. En hij zegt, we hebben er altijd over gepraat en die is nooit niet ingevuld. En we dachten aan u, ik had dan wat bij de bond met jeugd gewerkt en dan ondertussen toch wat met seniors ook. En ik moet eerlijk zeggen, de gedachte op zich, daar was ik enorm door gecharmeerd. Omdat ik me daar kon in vinden. Kende jij Van Holsbeek al? Ik had hem een maand gehad op RWDM, denk ik. Want dus, ik ben gekomen op RWDM en hij is weggegaan naar Lierse. Maar dus dat ganse proces heeft toch nog redelijk wat geduurd. Dat zaaide bij mij twijfel. En langs de andere kant was het niet van te zeggen, oké, als mijn Anderlecht niks wordt, dan neem ik dat maar. Dan was het wel wat met tegenzin aan Mouscron, dus daarmee zat ik dan wel. En dan op een bepaald ogenblik kwam het toch zover dus dat er gesprek was met Philippe Collin en met Roger van den Stok over die juiste taakinvulling. En op dat ogenblik was het nauwer omschreven, juiste functie. En dus daar kon ik me totaal in vinden. Is Verkouteren ooit betrokken in die gesprekken? Nee. Ik heb alleen een gesprek gehad met Frankie Verkouteren. Ook vooraleer dat ik ging tekenen om de juiste taken, de voorwaarden te kennen. Ik heb daar een vraag over, want naar de buitenwereld wordt altijd een beetje duidelijk gemaakt dat Verkouteren niet aan het wachten was op uw komst. Had je dat gevoel ook bij binnenkomst? Ja, dat is juist. Dat gevoel heb ik pas gehad eens dat ik er was. En ik stop het. En ik, eerlijk gezegd, ik zou dat kunnen aannemen. Mm-hmm. Alleen was het zo, als je dat niet weet, dan stap je in het verhaal alsof dat er niks is. En moest ik dat geweten hebben, en dat is geen publiek geheim, dan zou ik nooit die overstap gedaan hebben. Mm. Daar ben ik zeker van. Had Verkouteren meteen het gevoel, Anderlecht heeft ook wel, of had zeker vroeger de traditie van een T1, als hij vertrekt, de T2 zou wel eens zijn job kunnen overnemen. Is het daarom ook dat Verkouteren dacht, oei, meneer Jacobs komt hier even mijn job overnemen binnen een paar maanden? Nee. Die indruk had ik niet van Frankie uit. En die bedoeling had ik persoonlijk helemaal niet. In tegenstelling wat er naderhand beweerd wordt. Ja. Had Verkouteren ook misschien het gevoel dat ook hem dingen beloofd waren die er niet meer zouden komen? Want ook Verkouteren was in het begin eigenlijk aangesteld als een soort van Jean Dox. Hij zou even overnemen als T1, maar daarna gewoon teruggaan. Dat werd hem eigenlijk bijna onmogelijk gemaakt door Van Holsbeek en Van den Stok, die hem eigenlijk gepusht hebben om twee seizoenen langer trainer te blijven dan hij eigenlijk wou. Dan ziet hij u komen in de functie die hij misschien ook ooit wou. Ja. Zou daar misschien ook wat vrevel gelegen hebben, denkt u? Dat zou kunnen. Ik denk dus dat het feit Frank had zelf aangedrongen op de aanstelling van Glenn de Boek als T2, vooral ik daar kwam. En die details, daar wil ik nu niet op ingaan, maar dus ik voelde wel duidelijk in de club dat de club vond dat daar een probleem was. Dat
twee stromingen waren, ja, eigenlijk. En dus daarvoor wensen zij iemand anders te nemen en hebben ze mij, misschien ook andere kandidaten, geraadpleegd. Hm. Maar in feite, er zullen zaken geleefd hebben, vooraleer dat je dus de functie waarneemt. En ik zeg het, waarvan ik me niet bewust was, maar moest dat het geval geweest zijn, daar zou ik niet op ingegaan. Want al bij al, hoe meer dat de tijd evolueerde, hoe minder goed dat alle betrokken partijen zich in dat verhaal vonden. Hm. Goed eenvoudig. Je zei dat net, ik wilde er niet te veel over zeggen. Ik had toch eens lichtelijk prikken met een speldenprikje. Glenn de Boek zat een tijdje terug bij de podcast van Friends of Sports met Mid. En hij zei daarover, ja, Jacobs kreeg de voorkeur op mij als rol voor T2, omdat hij, quote, een pion was van het bestuur. Nee, dat kan ik alleen maar ontkennen, want dus die indruk had ik nooit niet gehad. Ik moet ook zeggen dat ik merkte dat ik wel een optie was en dat het niet duidelijk was in de club welke richting dat men ging volgen. Hmm. Dat moet ik eerlijk toegeven. En ik ga je zeggen, want ik kende Glenn, ik heb Glenn in de tijd nog gehad als ik beloftetrainer was. Ik heb Glenn dan ook opgebeld. Omdat ik hem recht wilde in de ogen kijken. En in dat gesprek, en dat was kort dus na die contactnaam met Anderlecht, mm. En eigenaardig genoeg, ik denk dat Glenn toen al voor zichzelf uitgemaakt wat één ding is zeker, Anderlecht gaan we niet houden. En die dag zei Glenn tegen mij, ja, zegt, ik moet wel weten, maar wat dat voor u en wat vind ervan? Ik heb deze morgen contact gehad met Cercle Brugge. En zoals het nu zit, ik heb er een goed gevoel bij, ga ik daar dus tekenen. Mm. Wat dat voor mij dan moeilijk was, want als je zegt, ja, kijk Glenn, je hebt een carrière gehad als speler, je hebt nu ervaring kunnen opdoen in Anderlecht, en het zal wel de moment zijn om naar Cercle te gaan, ja, dan zou ik kunnen denken, potverdekken, die zegt me dat om zelf mijn plaats te kunnen nemen. Dus ik heb dat ook gezegd, dat was een vervelende situatie voor mij, maar ik vond dus wel dat traject... Allee, een logisch traject lijkt. Ik denk dat Glenn zal gehoopt hebben, ik ga hier 1 of 2 jaar bij Anderlecht nog zitten, en dan zal die plaats wel openkomen. Ja. Oké. Okay. Is die spanning tussen jou en Verkouteren? Want ik weet dat er wedstrijden waren tussen Anderlecht en dan, als hij bijvoorbeeld trainer was bij Genk, als ik het me goed herinner, ja, dat hij weigert jou een hand te geven en zo, dat is allemaal... dat kan wel leuker opgelost worden. Is dat intussen bijgelegd? Nee. 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 Dat blijft moeilijk. Nee. Jammer. Ja. Absoluut. Absoluut. Jij lijkt me ook niet de moeilijkste mens om mee te praten. Nee, die heb ik nu ook. Allee, dat is... Hebben jullie met mijn vrouw gepraat? nee, dat is zo. Ik denk daar nog soms aan terug. En dat is altijd spijtig. Hmm. Mensen weten ook niet, dus op het ogenblik, dat dus die trainerswissel gebeurt. Dat valt op een maandag voor. En ik was thuis aan het schilderen met mijn vrouw. En in de namiddag krijg ik een telefoontje en ik zie dat het Herman van Olsbeek is. En je mag daar vragen. Ik heb met een borstel tegen de muur gesmeten. En mijn vrouw zegt, ja, wat is het? Ik zeg, ik denk te weten wat er gebeurd is op Anderlecht. Dat is veridiek. Ik ben dan naar Anderlecht gegaan en dan zag ik op het bord in de kleedkamer van de staf de woorden, dus dat ligt, ligt anders, van Frankie staan, bedankt voor de samenwerking met iedereen. Dus dan kon ik al, weten wat het was en dan ben ik bovengekomen met gesprek met Roger van der Stok en met Herman van Olsbeek. En die me dadelijk zei, ja kijk, we hebben die beslissing genomen in de schoot van raad van bestuur of van bestuur, dus om voor u te gaan. En ik heb hem daarom gezegd, maar ja, daar heb ik maar 6 paar oren en ogen, dat ik dat moeilijk kon begrijpen. Omdat ik dus... Je hebt zo'n statements door de jaren heen vaker herhaald. Hè? Ik wil niet per se trainer zijn. Op de duur leg dat bijna een boete adem. Ja, nee, dat is zo. Ik heb het daar gisteren nog over gehad. Dat is een woord dat ik geleerd heb van Herman van Rompuy. Anderlecht supporter trouwens.
De serendipiteit zijn ik ben nooit geen dromer geweest. Ik heb nooit niet gedroomd om eerste minister te worden of om in het voetbal te blijven in de plaats van Guardiola of wat weet ik nog allemaal. Als ik nader aan beschouw bepaalde zaken, heb ik misschien een bepaalde zogezegde trein gemist. Op andere niet. Ik denk dat dat de le hasard de la vie, zoals het in het Frans zegt. Maar dus om terug te komen, heb ik toen gezegd, kijk, ik kan niet begrijpen. Ik wist toen ook dat ik geen verleden had, zeker niet bij Anderlecht als speler, dat ik misschien niet de reputatie had of de schouders om dadelijk een ploeg zoals Anderlecht te trainen. Dus ik ben me daar allemaal heel snel bewust van geweest in dat gesprek. Maar vooral, ik vond over een, wat is het, vijftal maanden, wordt er een organogram uitgetekend waar ik volledig achter sta, waar ik mijn ding kan in doen. En dat vaststaat. En je weet natuurlijk in Anderlecht, als het even minder goed gaat, moet die een trainer gaan. Maar blijft het de structuur? Ik zeg, als ik nu als hoofdcoach en dan nog misschien meer het doelwit omwille van dat gebrek aan verleden, dan zal het een fusible, zoals in het Frans zeggen, een zekering die vlug gaat. Ik zeg, maar dan ben je dadelijk twee personen kwijt. Ja, niet alleen hoofdcoach, ik zeg maar ook het... De verantwoordelijke voor die... En ik moet zeggen, en dat is op het moment zelf, zal ik dat zo beseffen, maar zeker naderhand nog meer, ik denk dat die argumenten bij Roger van den Stok niet pasten, want die beslissing werd al voorgelegd, werd besproken in de Raad van het Bestuur, en dat ging zo zijn. En ik moet zeggen, dat is tot twee keer toe gekomen, en niet dat ik wil dat mensen op hun knieën vallen, hè. Laat ons duidelijk zijn. Ik ben misschien wel iemand die zeker toen beter te vinden was in een werking, in een structuur, dan wel de verantwoordelijkheid daar te nemen. Dan in de spotlight, ja. Dan die. Ja. Als supporters vroegen ons vaak af toen, waarom is er eigenlijk bij Anderlecht geen technisch directeur? En dan ook de rol van Jean Dox werd dan nooit echt ingevuld, tot tweemaal toe. Heb je dat tegen Van den Stok ook gezegd, van misschien moet er toch wel, als jij het dan niet wordt, wel iemand anders komen die een soort van overkoepelende rol opneemt in plaats van Holsbeek, die uiteindelijk daar de sportieve merite in mijn ogen niet echt voor had? Is dat ooit ter sprake gekomen? Of? Heel weinig of niet. Ik heb toen ook vaak ervaren, waarom moet dat? Het gaat ook zoals het op dit ogenblik loopt. Er is misschien wel een moment over gesproken. En dat is op het ogenblik, en dat viel ongeveer samen, de oprichting van de NV en Neerpede. Dus de verandering van Neerpede. Want dus toen is het zo dat de werking anders werd naar de Raad van Bestuur toe. En dus toen werd mij gevraagd om een, voor wat betreft het eerste elftal, en ik zou zeggen ook de belofte dat wij een beleidsplan op te maken, een structuur van werking op dat gebied. En Herman van Holsbeek die had toen de taak gekregen om in feite de bedrijfskundige uitwerking van Anderlecht op papier te zetten. En dat weet ik. Ik heb dat document nooit niet gezien. Maar daar toen wel sprake was van een technisch directeur op termijn aan te stellen. Als ik tussen de regels mag luisteren, is er in die periode misschien, al dan niet bewust of onbewust, gekozen om niet te investeren in het Anderlecht van morgen en eerder te focussen op vandaag loopt het toch goed, waarom zouden we iets veranderen? Ik zou het zo sterk niet noemen. Persoonlijk, in de rol van coach, kun je moeilijk inschatten welke veranderingen een omzetting naar een NV teweeg brengen. Dat moet dus duidelijk zijn. Spelers die zijn daar mee, we zeggen dikwijls, een overnaam van club, en we weten nog, spelers zijn daar echt heel weinig, om niet te zeggen, die weten niet wat er gebeurt. Als we hun loon maar krijgen, zijn ze blij. Ja, tuurlijk. Allee, dat is misschien cru en extreem uitgedrukt, maar dus het sportieve, laat ons zo breed noemen, dat belangt en aan. Dus we komen misschien ook nog uit een periode dat er inderdaad misschien te weinig vooruitgekeken werd. Dat kan wel zijn. Nu,
wat ik wel weet, de bedoeling was, op voorwaarde dat u dat het IND erdoor kwam, dat er dan wel een werkstructuur, een sportief beleid ging uitgetekend worden. Ik stop niet weg dat ik verbaasd was op niveau van Anderlecht. Dat het er niet was. Dat het er niet was. Dat hoeft daarom geen 350 bladzijden of een PowerPoint-presentatie van 200 slides of wat weet ik nog allemaal te zijn. Maar dus toch een bepaalde basis waar iedereen zich kan in voelen. We zijn wel ergens bij een, wat bij mij een heel gevoelig thema is. En dat is dan Herman van Holsbeek. En ook omdat wij toen in het stadion zaten. En wat mijn mening over die periode was. En inderdaad, als trainer heb jij daar geen inspraak. Allee, jij krijgt het materiaal mee dat je moet werken. En zoals je zelf zegt, ik had inspraak tot op een bepaald punt. Maar ik kwam mij... Maar wij hebben toen toch de kans laten liggen om de voorsprong te pakken op andere clubs. Ik denk dat verschillende elementen een klein beetje aan elkaar gelinkt zijn. Dat is nu een persoonlijke mening, hoe ik het ervaren heb. Ik heb kunnen ervaren, zien en voelen dat dus het uitblijven van, hoe moet ik het zeggen, een stadion of vooruitzichten op verbouwing van een stadion, dat wel geweldig doorgewogen heeft op de schouders van bestuur en onrechtstreeks, neem ik aan, van Herman van Holsbeek. Bij manier van spreken was dat zo'n beetje de voorwaarde, de conditio sine qua non, enerzijds, maar ook de voorwaarde om te kunnen zeggen, ja, hoe kunnen we nu verder? Ik herinner me nog op een zeker ogenblik dat zowel de voorzitter als Herman van Holsbeek terugkwamen van een gesprek met de gemeente. En dat waren dus geslagen honden. Dus hoogstwaarschijnlijk een bepaald plan zal helemaal in de grond geboord geweest zijn. En dan wist men het ten lange laatste niet meer. Ik herinner me ook, dus de kleedkamers hadden wel wat nieuwe schikking nodig en wat weet ik nog. Ja, en dat kon ik ook begrijpen. Dat wilde men niet doen. Niet alleen omwille van het weggesmeten geld, maar dat ze zeggen, ja, als we het nu doen en het zou ooit moeten lukken dat op het einde van het seizoen er toch plannen zijn om het stadion. En dat kan ik dus bijna. Dus het enige wat er bijvoorbeeld op dat vlak gebeurd is, zijn aanpassingen van de kleedkamer van de bezoekers. Omdat dat moest van UEFA om Europees te spelen. Ik heb wel ervaren ook dat het nieuwe neerpeden, dat dan anderzijds wel terug een boost gegeven heeft, zowel naar jeugd toe, hè, want we kennen allemaal neerpeden en het vroegere neerpeden ook nog. De kwaliteit van gebouwen, de kwaliteit van velden, dat was niet aantrekkelijk. Ik kan ook aannemen dat de verantwoordelijken op dat ogenblik, als je moet een speler, en je ligt in concurrentie met een Belgische club, of je moet een speler proberen te houden bij uw club, ten opzichte van een buitenlandse club, dan zijn ze altijd verliezende partij. Dus ik zou zeggen, dat is er dan toch wel doorgekomen. Maar ondertussen moet je vaststellen dat je nog altijd op hetzelfde punt bijna zit met je stadion. Hè. Schrok jij van wat er naar boven kwam bij Operatie Propere Handen? De namen die jij las, viel jij van je stoel? Of dacht jij, ik had dit misschien wel zien aankomen? Ja, nee. Als supporter toch... dachten wij ook in het stadion, wat gebeurt hier? Ja, maar dus als je in het voetbal zit, in welke functie ook, in welke club ook, dan zijn er zaken die je aanvoelt, die je ziet, of wat weet ik nog. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit in de 4,5 jaar, 5 jaar in totaal, ook maar één verdachte handeling gezien. Dat durf ik, ik ga niet zeggen zoals mensen vroeger gezegd hebben, op het hoofd van mijn kinderen, want dat zou ik niet willen doen. Maar op mijn eigen 11, 12, ik ga je zeggen, het was ook wel de tijd dat, om hem dan niet te noemen, Moji Bayat, geen enkele speler bij Anderlecht had. Ja. Maar het is daar, want hoe Arjelet nu kadert, is van, oké, je zegt dan dat nieuw stadion komt er niet, er kwam een bepaalde druk op het bestuur, op Van Holsbeek. Maar wat ik dan zo, want je spreekt wel met een duidelijke toon van respect, en dat siert u ook. En ik veronderstel ook dat er dan waarschijnlijk dat gegrond was. Maar hoe gaat het dan van zo'n ingesteld van ja, dat stadion en die want zijn beginperiode met Biglia, met die transfers was goed. Hoe gaat het dan zo? Ga ik dan zo het bijster de weg kwijt en ga ik dan verwikkeld in de club? We moeten ook zeggen, het is allemaal onder voorbehoud, want er zijn nog geen uitspraken gebeurd door rechters. Dus laten we hier niemand onheuser behandelen dan nodig. Ja, oké, maar we weten wel wat er op de straat ligt. En ik weet ook, in de periode dat ik nog in het stadion zat, en er gebeurde daar transfers, dat was al waarschijnlijk al na u, dan dachten van, allee,
komt zo iemand dicht terecht? Hoe... Ja, maar dat is, ja, maar dat is wel een heel ingewikkeld hoofdstuk. Hè. En natuurlijk, het is normaal dat als men vanuit het standpunt van de Vox Populi eerder de duistere kanten gaat bekijken. Ik heb daar ook veel onrechtstreeks in geleerd. Mensen denken altijd, Messi staat in het vizier van Anderlecht. En Anderlecht neemt contact op met zijn makelaar en zo gebeurt dat. Komt veel bij kijken. Dat is zo ingewikkeld. Het is nooit die één rechte lijn. Het zijn heel veel lijntjes. Uiteenlopend. Wat voor lijntjes zijn dat dan? Nee, ik wil hebben gewoon om een deal rond te krijgen. Om niet alleen rond te krijgen, maar ook zelfs al op poten te zetten. Hè. Ik heb ook soms van bepaalde transfers die er gedaan werden, niet alleen bij Anderlecht, ook bij andere clubs, frons je wenkbrauwen. Maar dan hoorde wel zeggen, ja maar, je moet één ding weten, de makelaar die in der tijd die speler uit die club verkocht heeft, ergens anders, en voor veel geld, die heeft ook gezegd, ja maar ik heb dan nog twee spelers in mijn portefeuille en ik raak die niet kwijt, nergens. Dus als je deze deal wilt rondmaken, die twee erbij. Dan moeten die twee, of één tenminste, want die anders hebben dan nog in een andere club. En dat is maar één aspect. En dus, ik moet zeggen, ik had dezelfde redenering als jullie. Als je die speler wilt, dan ga je naartoe. En dan zeg je natuurlijk, ja, oké, Messi, dat is te veel geld, dat kunnen we niet doen, of wat weet ik nog. Dus, maar dus, die rechte lijnen, die zijn er niet zo altijd. En het is veel ingewikkelder dan dat. Dat kan ik me wel inbeelden. Hè. Ja, absoluut. Er waren van die spelers zoals Victor Bernardes, die werden dan gehuurd. Speelde niet echt geweldig week na week. Werd dan toch definitief aangekocht. En een week later mocht hij terug vertrekken. Waar wij als supporter allemaal wisten, ja, dit is puur makelaarspel. Paul Taylor was puur makelaarspel. En wij stelden ons dan wel de vraag van, ja, stappen wel langs de ene kant, moet je makelaars tevreden houden, want je moet ergens terug binnen geraken. Zou bijvoorbeeld Mitrovic kunnen gehaald worden. Maar op een bepaald moment op Anderlecht, onder Van Olsbeek, was het leek gewoon allemaal nog puur makelaarsspel. Ja. En daar hebben wij ons altijd wel vragen bij gesteld. Maar het valt wel op dat natuurlijk er wordt gesproken over die mislukkingen. Maar het feit dat bij die mislukkingen, die je misschien, en dat durf ik zweren dat ik daar niet van op de hoogte ben, maar dat daar misschien een deal bij zit voor volgend jaar om de goede Servische spits te kunnen binnenhalen. Die dan naderhand Mitrovic blijkt. Ik zeg zomaar iets. Ik probeer een logische redenering te houden. En het is wel zo, ik stop je niet weg. Ik persoonlijk als coach, op bepaalde ogenblikken, als men sprak over die of die speler, dat ik dan ook zei van, oef. Ja, wat is dat? Waarom? En dan ga je dat vragen. En dan natuurlijk, ja, dan wordt het beste van die jongen verkocht. En dan is dat zover. Dan is dat dus gebeurd. Had jij het daar moeilijk mee als mens, die praktijken? Daar heb je het moeilijk mee. Maar om nog even af te maken, en nu ben ik even mijn draad kwijt, ik ben zelden of nooit betrokken geweest, en dat wil niet zeggen dat ik alles van voetbal ken, ver van, hè. Maar het is me wel opgevallen dat je minder raadpleegd wordt als het gaat over overgangen van minder goden. Ik vond het ook normaal, ik heb dat straks verteld van Dieu en Bocani. Niet omdat dat toonaangevende spelers zijn, maar het zijn misschien spelers die het verschil gaan maken, ja. Maar wat je toch wil weten, ja, met welke bedoeling kom je naar Anderlecht? Dat is naderhand nog het geval geweest met Jovanovic, dat is ervoor nog het geval geweest met Vargas. Omdat je dus bijvoorbeeld met Vargas met probleem zit, komt van Brugge. Ja, hoe ziet die man eigenlijk zelf in dat ganse verhaal? Hè? En ja, daar wil je dan toch even, en dat duurt dan een kwartier, 20 minuten, om gewoon te polsen. En al de rest trek de deur dicht en ik ben weg. Omdat ik ook vind, sorry, dat is mijn eigen overtuiging. Maar de vraag die ik me altijd stel, waarom kunnen ook clubs niet zo gerund worden? Want 2 maanden later kan het zijn dat je strijdende mee zet. Natuurlijk. En dan heb je wel je zeg gehad. Ik heb niet gezegd tegen Vargas of tegen Dieu, je moet komen en wat weet ik nog allemaal. Je probeert ja, die iets aan te reiken en te zeggen, ja, dat zijn de mogelijkheden. En ik ben niet tegen uw komst, integendeel, dat zijn de voordelen.
Maar het blijft altijd onder het voorbehoud van je eigen positie. Hè. Waren er besprekingen aan het einde van het seizoen toe van kijk, volgend jaar, we gaan die spelers gaan waarschijnlijk vertrekken. Werd jij daar geraadpleegd? Of kon jij bijvoorbeeld ook zeggen van dat profiel moet ik nu hebben? Of, niet te veel. Niet te veel. Niet te veel. Maar er waren tijdig, maar niet een constante opvolging. Uit mijn standpunt, en nu nog altijd, blijf ik erbij dat ik ga niet zeggen uw self-scouting, maar dus het departement dat zich bezighoudt met een transfer ingaand en uitgaand, dat die voornamelijk met die zaken bezighoudt. Ik zou daar als verantwoordelijke niet kunnen pikken dat die trainer altijd met zijn neus, en die niet, maar die wel, want die is 2 meter en ik moet de lange hebben. Dan weet ik nog. Weer hetzelfde, 2 maanden erna is er niet. Ja. En zijn opvolger die wil een wendbare, korte, kleine spits vooraan. En het is helemaal aan. Dat is een van de vele verwijten die ik mezelf toestuur. Die contacten waren er sowieso niet. Niet op een structurele manier met scouting. En ik had die misschien wel moeten provoceren. Dat je toch op geregelde tijdstippen met elkaar zit en zegt van, wat hebben jullie? En wij stellen dat vast en waar willen we toe komen? Ja. Want ik snap dat je inderdaad zegt, ja, ik zou het niet pikken als verantwoordelijke, moest een trainer er constant bij zijn. Maar als trainer kan je dan wel zeggen van, ja, moest er een technisch directeur zijn die waakt over de toekomst en over hoe er moet gespeeld worden en hoe de jeugd moet doorstromen, dan snap ik dat je als trainer zegt, ja, mijn inspraak moet beperkt zijn. Maar als uiteindelijk Van Holsbeek maar min of meer doet wat hij wil doen, ik denk dat als trainer toch wel moeilijker moet zijn om te zien van ja, er wordt eigenlijk ook maar zonder mijn inspraak dan nog wat gekocht, wat opportuniteiten zijn en dergelijke. Is dat niet moeilijker als er geen TD is? Toch wel. Toch wel. Omdat ik ook vind, Herman had als taak, maar dat wilde hij ook doen, om aanwezig te zijn op alle vergaderingen. Maar dat ging dan, bij manier van spreken, een veiligheidsvergadering, een vergadering ticketverkoop, een sportief... Nee. Maar je bent dus... Je hebt als functie... En ik weet niet of dat hij zou aangestuurd hebben op een technisch directeur of niet. Maar je hebt als functie... Je bent algemeen directeur. Hij is gekomen naar Michel Verschuren, die dezelfde functies uitvoerde. En dus... Ja, dat wil dus zeggen dat je... Dat het kan zijn dat je uit een meeting komt ticketing... En met manier van spreken instapt op een meeting waar dat gesproken wordt over de eerste ploeg, de belofte en de oudere jeugd en wat weet ik nog. Dat is een moeilijkheid. En dan ervaarde wel, inderdaad, men zegt vaak, de technisch directeur moet iemand zijn die het sportieve bewaakt. En dat lijkt heel plechtig, maar dat is dus zo. Bewaken wil zeggen het reilen en zeilen en nagaan, die coördineert in feite. Als die ziet van, ja, wij hebben een linker middenvelder nodig, gaan we nu iemand nemen die ons aangeboden wordt? Ja, maar stop, want bij de jeugd hebben we iemand, die is nog niet rijp op dit ogenblik. Dus gaan we iemand moeten nemen, maar we moeten die geen contract van 4 jaar geven, want ondertussen hopen we wel dat die jongen uit onze eigen jeugd dat die kan doorstromen. Dus... Ja, die bewakingsfiguur, die was er toen niet. Die was er toen niet. Kreeg je dan ook de van iemand instructies? Er moeten bijvoorbeeld zoveel jeugdspelers doorstromen. Of dit is een hele goede jeugdspeler, die zou op termijn... Daar moeten we een plan mee hebben. Bijvoorbeeld iemand als Kindermans of zo. Is er iemand binnen de club die aan de trainer zegt... Ja, er moet iets met deze jeugdspeler gebeuren. Of er moet deze jeugddoelstellingen moeten... Eerst en vooral, het is nu een... dikke 10 jaar. Mm-hmm. Als men de namen van spelers die toen uit de jeugd kwamen, mm-hmm. Naast degene die er nu zijn, dat is maal 10, 20, ik weet niet hoeveel. Ik spreek daarom niet altijd kwalitatief, maar ergens is er nu een vijvertje of wat weet ik nog. Dat was er toen helemaal niet. Men had wel, en dus dat was onder andere de hoe zou ik het zeggen, de groep van spelers waar ik me in principe had moeten mee bezighouden, dat was dus een groep met spelers die wel speelden in de tweede ploeg, maar die moest trainen aan intensiteit, aan aantal trainingen per week en wat weet ik nog, de begeleiding, de medische begeleiding hebben van de eerste ploeg, om te laten voelen. Ik denk niet dat er dan ooit een van die spelers in
eerste klasse gevoetbald heeft. Dus om u te zeggen. Is dat een fout van toen? Of is men toen al bezig geweest met een en ander klaar te maken waar men nu zit? Onvergelijkbaar. Dat is geen excuus naar mij toe. Nu spreek ik natuurlijk niet van die spelers, om die te noemen, Romelu Lukaku. Ik wil hebben degene die erboven steken, want het is een moeilijke fase, die zogezegde postformatie. Die slaat op 90% van die jonge spelers. 10% toppers is het de dadelijke stap. Ik zeg niet dat die een ticket hebben en dat die... Dat niet, want die kunnen ook nog mislukken. Maar daar zitten bij, ja, de toppers die we kennen, de Lukaku's, de Yuri Tielemans, Jari Verscharen, Compagnie en wat weet ik nog allemaal. Ik zou zeggen, die overgangsfase, die geldt vooral voor al degenen die overal altijd tussen wal en schip vallen, die geen vaste ploeg hebben, die niet genoeg minuten kunnen spelen, die veel hoop hebben, die dan ontgoocheld zijn, die misschien weg willen en wat weet ik nog allemaal. In die periode hebben we ook dus wekelijks een vergadering op touw gezet, bestaande uit mezelf en stafleden. Johan Wallem als hoofdcoach van de belofte en Jean Kindermans. Ik geloof niet dat ik in 5 jaar 3 wedstrijden van de belofte van Anderlecht thuis of op verplaatsing gemist heb. En ik was niet de enige. De ganse staf ging mee. De ganse staf. Ik weet niet. Kwam dat van hun eigen? Is dat een cultuur bij Anderlecht? Dat is er wel altijd geweest. Dat is nu ook nog zo. Dat is nu nog altijd zo. Ik wil teruggaan, want we zijn serieus afgeleid. Naar seizoen 2007-2008. Verkouter vertrekt. Je hebt daar net zelf al iets over verteld. Jij neemt over. Anderlecht stond aan de winterstop, weet ik toen nog, 7e. Dus het was niet bepaald het vlotst lopende seizoen. Jij neemt over en uiteindelijk eindigt Anderlecht nog als 2e. Dus jij was gewoon de juiste man op de juiste plaats. Dat is nooit niet. Als het van één man zou afhangen, dan zijn de rekeningen altijd heel vlug gemaakt. Ik heb nogthans niks speciaal gedaan. Datgene wat mij gezond leek... eerst polsen in de spelersgroep. Op gebied van trainerstaf is er niet zoveel veranderd. Integendeel. We waren een assistent kwijt. En ik weet dus in mijn persoon, en ik weet op een zeker ogenblik, ja, Herman van Osbeek gezegd, ja, ik moet toch een assistent bij hebben en wat weet ik nog. Maar dat ligt moeilijk in de loop van het seizoen. En niet dadelijk de kandidaten die wel voor die job konden in aanmerking komen. En dan is het zelfs zo ver gekomen, ik spring misschien een brug te ver, maar dus in de Europa League in Bordeaux... Daar was dus... ik aanwezig en dat was echt een heerlijke match. Sorry dat ik je onderbreek. En dat was een van de beste wedstrijden dat Di Boussoufa Europees verandering gespeeld heeft. Inderdaad. Met maar, 10 man, sorry. Maar daar zat ik dus alleen op de bank. Want spijt genoeg, daags voordien was Daniel Renders zijn vader of zijn moeder overleden. En die wilde er absoluut bij zijn. En Herman van Osbeek en ik hebben erop ingepraat en gezegd, nee, dat kan niet. Dus die was al later gekomen en die verneemt op de luchthaven van Bordeaux, als ze naar het hotel moest komen, dat vader of moeder overleden was. En die heeft dadelijk teruggestuurd. Dus dat, inderdaad, dat is vrij eigenaardig. Misschien ben ik daar te weinig eisend, veel eisend in geweest in dat opzicht. Maar ja, we weten hoe dat gaat. Je staat 7e zonder dat je het weet. En dat is een negatieve spiraal. En dan volstaat het dat er even links of rechts een resultaat of het een of het ander wel begint te draaien. En dan klikt dan naar de andere kant. En ik stop niet weg. Van bij het begin weten, als je 7e staat en zoveel punten achter... En je weet toch wel dat Standaar op dat ogenblik misschien een van zijn betere kernen had van de laatste zoveel jaren. Dat het een moeilijke oefening ging worden. En ja, kijk, het doet altijd pijn als je ten eerste moet toezien dat een van je concurrenten van over jaren kampioen wordt op zijn eigen veld tegen u. Dat kun je niet wegstuiven. En ten tweede... het was ook, ik kan niet zeggen de stop, maar vanaf dat ogenblik weten dat uw remonte ja, tot niks verder gaat leiden. Oké. Okay. We hebben tijdens de winter wel wat spelers aangetrokken. Een speler die ik bijna was vergeten is Veldcheck. Een soort bonkige spits die frommel goals maakte, maar hij maakte ze wel. Jakovenko kwam, Gillet kwam. Je hebt er nou juist al een beetje op gealludeerd, denk ik. Je werd niet per se geconsulteerd bij zo'n transfer. Nee, ik weet bijvoorbeeld, vermits dat het toch een hot, een item spijtig genoeg is in deze tijd. Maar ik
Ik zat in de kleedkamer van de laatste wedstrijd thuis, voor de winterstop. En toen kwam Merman Mammelsbeek bij mij en zegt, ik kan Jakovenko halen, want die is einde contract op het einde van het seizoen. En dus als we nu binnenhalen, ja, dan is Genk van zijn contract vanaf. En ik dacht dat het een belachelijk lage, hoe zou ik het zeggen, transfervergoeding was. Dus ik ben iemand die zo snel in elkaar zit met te denken, ja, de bezetting op die posities, die was er toch. Als ik het goed voor heb, hadden we toen al Lejar en ik zal er andere vergeten. Desondanks, ik ga niet zeggen tegen of voor of wat weet ik nog, daar werd ik gewoon over gebriefd, over ingelicht, ja. dat die transfer ging tot... Ingelicht, maar niet per se geconsulteerd. Nee, ik kan het zo misschien wel samenvatten. Nee. Jakovenko maakt dan wel, het ging net over de Europese wedstrijd tegen Bordeaux, daarna speel je die wedstrijd tegen Bayern München. Thuis speel je eigenlijk geen slechte eerste 25 minuten, dan valt eigen onterechte goal de 0-1, verliest Anderlecht uiteindelijk 0-5. Ja. Daar gaan ze wel winnen. Ik denk bij de heropening van de Allianz. Of de opening van de Allianz Arena. We zijn de eerste ploeg die Europees wint in de Allianz Arena. En Jakovenko maakt daar een wereldgoal. Ook aanwezig toen. Ik ga je nog een anekdote vertellen. Dat was de chouchou van mijn jongste zoon. En die vond dat ik er niks van kende. Omdat ik niet genoeg opstelde. Ik was ook enorme Jakovenko fan. Omdat ik die niet genoeg opstelde. En het toppunt was... die was... dus dat situeert zich rond het krokusverlof. En die was met vrienden gaan skiën in Oostenrijk en die kwam terug langs de Allianz Arena en die zat dus in het stadion. En als ik na de rand mijn gsm bekeek, op de minuut dat Jakovenko die goal scoorde, dan zegt hem, wie heeft er nu gelijk? Ja, ik was er ook wel van Jakovenko. Maar hoogtes en laagtes. Ja, het was geen constante. Hè. Nee. Veel flitsen, ja. Nee. Ik hoop dat er hem niks overkomen is. Want mijn relatie met hem was met ups en downs en wat weet ik nog, onbegrip, nogthans met elkaar gepraat en zo. Maar ik heb hem over maand een bericht gestuurd en hij heeft me nog geantwoord. Zeggende dus dat hem... Ik vroeg hem, are you in Kiev? En hij zei ja, zegt hij, want ik heb hem van gisteren vernomen. Wij, min 60 jaar, mogen niet buiten. En ik ga me een van deze dagen moeten gaan aanmelden, wat weet ik nog. Wow. En dan heb ik hem... 10 dagen later, als het dus begon allemaal evig te worden en dat ze korter bij Kiev kwamen, heb ik hem terug een bericht gestuurd en daar heb ik nog altijd geen antwoord op. Maar ja, bon, ik kan wel aannemen als je daar... Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dus dat kan ik alleen maar hopen. Dat is een drama. Ja, allee, dat is wij echt... hopen mee. Ja. Het is vreemd om over voetbal te praten, als het over zo'n onderwerp als oorlog gaat in Rusland en Oekraïne natuurlijk. Ik wou toch nog even inpikken op dat van Bayern. Dat was toen een trainer, Ottmar Hitzfeld, was zo'n beetje een soort iconisch Duits figuur is. Hoe was dat contact met zo iemand? Als je Europees speelt, is dat voor de camera een hand geven en voor de rest, that's it? Of is er achter de schermen ook wel tijd en ruimte voor eens een uur met elkaar? De meeste, sorry dat ik het zo moet zeggen, die zouden durven vragen van, is dat Slowakije Anderlecht of Slovenië of wat weet ik nog? Wauw. Ik heb hetzelfde gevoel gehad bij Laurent Blanc in Bordeaux. Ah, ja. Dat dan aan mijn persoon, gaat, oké, als je niet dat verleden hebt, ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik zal me zo nooit niet opstellen, in hun plaats zijnde, maar ik vind wel, ik kan dat begrip voorbrengen, maar ja, ik vind het dan wel spijt, dat is een beetje typerend. En dus, ja, hoogstwaarschijnlijk, in het geval van Hitzfeld, je wint dan de 1-wedstrijd 1-5. En dan komt daar Anderlecht en een onbekende trainer en die komen daar bij ons binnen. Ja. Die Slovaakse ploeg komt dan even. Slovaakse ploeg. Ja, dat is het gevoel dat ik daarbij heb. Ik zeg het nog, ik vind dat spijtig. Het blijft altijd, denk ik, toch een zaak voor de annalen dat je daar kunt gaan winnen. Zeker. Je werd dat seizoen niet alleen tweede, je wint ook de beker tegen toevallig ook weer Gent, waar Anderlecht toevallig nu voor een aantal beker, weken ook weer de bekerfinale tegen gaat spelen. Ik weet dat daar bij Gent speelde Kalilou Fadiga op zijn, ik denk op een half been, maar die domineert Anderlecht middenveld eigenlijk zonder zelfs een sprint te trekken. Dat was ongelooflijk. Ik weet niet hoe jij daar kijkt naar zo'n speler. Ook een man met een zeker, je hebt dat ook, je staat meteen een soort respect. En... Dan moet je vragen aan José García, de toenmalige teammanager. Ja. Ik denk dat Fadiga juist vanuit de draai een geweldig schot met links... Binnenkant paal. Binnenkant paal, ja. Ik dacht te zeggen op het kruis.
En dat zou, een tegendoelpunt komt altijd ongelegen, maar dat zou toen heel ongelegen gekomen zijn. En een paar minuten later kijk ik en dan zie ik die teammanager van Gent het bordje met het nummer van Fadiga. En ik heb omgedraaid naar José, ik zeg José... C'est réglé. Dus was, ja, echt waar. Omdat dat volgens mij in die wedstrijd... Tuurlijk, en Kalilou is een man van hoogte en laagte. Tuurlijk, flitsen maar voetbal, op dat moment had hem wel al een impact gehad op die wedstrijd. En zeker met flitsen. En dat vreest altijd, want dat zijn mannen die zitten niet in een wedstrijd. Het kan ik toch denk dat we na de rand nog de Jovanovic gekend hebben. Die ook een beetje op retour was. Maar op bepaalde momenten... De grote momenten. Als die iets uit zijn mouw schudden, dan kijk je ook van te zeggen. En zoiets, zeker in een bekerfinale. Dus wat ik onthoud van de bekerfinale is vooral dat element dat ik toen zeker was. Fadiga had ook op geen enkel moment teken gedaan dat er een kwetsuur was of vermoeidheid of wat weet ik nog. Dus dat het binnen was. Maar vooral, ik vond het een heel boeiende wedstrijd. Natuurlijk, spannend. Dat is gemakkelijk spreken als je na de rand dan toch wint en wat weet ik nog. En met knappe doelpunten. Het was super spannend, ook laatste. Als supporter. Als supporter, dat was echt... Nee, wel aan dat pijn zal gedaan hebben bij Gent. Want dus Guillaume Gillet scoort. En in feite is het... De voorzet komt van Boussoufa. Ja. En dan is het une aile de pigeon van Hassan. Ja, juist. Nu over Guillaume... Guillaume, ja, dat is voor mij een moeilijk. Ik ben ook zo Sven en Sven. Dat is voor mij een moeilijk. Maar wat vond jij zijn beste positie? Rechtsback of middenvelder? Kijk, dat is het gesprek dat ik met hem gehad heb. de eerste week, ja, nee. Dus Guillaume Gillet werd gekocht op Anderlecht als stand-in voor Marcin Wasilewski. Mm-hmm. Zoveel jonger ook. Dan maak de profiel op van de speler die je hebt. Wat zijn zijn sterke punten, wat zijn zijn zwakke punten? Ik ga nu even van die sterke punten. Welke positie hij ook speelt, maar dat is zijn fysieke conditie, zijn uithoudingsvermogen, zijn penetratievermogen en vooral penetratievermogen op de goede plaats, op de goede moment in de 16. Waar hij kan scoren met de voet en waar hij kan scoren met het hoofd. Dus ook bij de werker nog veel werkpunten, zeker als rechtsachter. Positioneel dus, dan? Ja, positioneel. Ja. Ik zou zeggen, in wedstrijden waar je tegen een tegenstander speelt die minder sterk is, of die bijvoorbeeld niet echt een linksbuiten heeft, een actieman, kun je zeggen, is dat goed. Maar langs de andere kant, als je een beetje een dynamisch middenveld, dan kwam het daarop neer. Dus Guillaume werd gekocht en overal aangekondigd als rechtsachter. Dan heb ik met hem in de week, dus voor die eerste wedstrijd, ik dacht toen tegen KV Mechelen thuis, gesproken en gezegd, kijk zo en zo. En die was verbaasd, want die verwachtte de concurrentiestrijd te moeten nagaan met Wasilewski. En moest hij spelen dat het eerder rechtsachter ging zijn. Heb ik hem duidelijk gesteld, dat zie ik in u, met de mogelijkheid van te depaneren. Of wie weet, als je daar ontwikkelt, te spelen. En trouwens, in de bekerfinale is dat ook de wissel. Dus op een bepaald moment Wasilewski uitgepakt. Gillet een trap achteruit. Goh, en ik denk Hassan ingekomen op dat ogenblik. Ik denk dat Hassan op de bank zat, ja. 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 Het is leuk dat je over Hassan begint. Dat was in zijn thuisland was dat een wereldster. Dan komt hij bij Anderlecht, zit hij vaker op de bank dan dat hij speelt. Was dat voor jou een moeilijk karakter om mee om te gaan? Omdat dat was toen ook een heel circus. Weet ik, blijft hij nog een seizoen of niet? Want hij had een contract voor 2 jaar. Ja, maar pas op. Ahmed Hassan met Egypte wint dus de Afrika Cup. En wij hadden daar echt niks nieuws van. Hè? Goed gefeest op hun manier. Er absoluut niet bij, dat weet ik nog allemaal. Dan stond hij toch op een moment stond hij in Inge, en dat was kort voor die wedstrijd in Bordeaux. Ik denk dat hij nog niet getraind had, daar heb ik hem toch meegenomen. We stonden met 2-1 thuiswedstrijd. Dus dan zegde zo iemand... Ja, kan voor een fiets, sorry. Bij achterstand, het zij om een bal bij te houden, kun je altijd gebruiken. En inderdaad, dat gebeurt in de tweede helft. En dus ik zeg tegen Ahmed, ik zeg warm-up. Die moet dus van bij mij tot aan de hoekschopvlag en teruggekomen. En die stond bij mij en zegt, oké.
Ja, je dicht het ook zo toe, hè. Als je, dat is goed bedoeld, hè. Want bij hem ging het erom, belangrijke match. Ik wil de ploeg helpen. Ik wil erop komen. Ik wil, En hij is toen ingekomen. En ik weet dat hij... Want Boes heeft daar dus nog een niet veroorzaakt, maar dus hebben op hem een afschuwelijke tackle. Maar dus toen zijn Boussoufa en Hassan samen beginnen te spelen op een zeker ogenblik. En dat Bordeaux erbij liep voor spek en bonen. Ja, dat was echt een geweldige match. Maar ik denk dat... dat was mijn aanvoelen... Hassan zou niet blijven. En ik weet, Anderlecht wilde inspanningen doen om hem toch te houden. Maar ik denk dat hij te veel heimwee had om terug te gaan naar zijn land. En zo in een periode gekomen was van... ik wil nog wel voetballen, maar de scherpte is er af. Ja. En dat was vrij vlug duidelijk. Wie ook scoort in de bekerfinale was Jan Polak. Dat was een beetje een cultspeler bij Anderlecht supporters. Dat is niet per se de technicus. Het was wel een goede speler. Die had ook een goede functionele techniek. Kreeg daar op basis van de media wel nooit echt een beeld van. Ik weet ongelooflijk hard niet wat voor soort persoon dat was. Ik denk dat het verwachtingspatroon naar Jan te groot was. Ja. Maar te groot en tegelijkertijd onvoldoende kennis... Van de speler zelf, dan zou dat verwachtingspatroon niet geweest zijn. Ik zou Jan willen omschrijven als een speler, toch voornamelijk met fysieke kwaliteiten, maar die wel ingevingen had, een afstandsschot onder andere, die goal tegen Bordeaux. Ja, of creatieve ingevingen. Waarvan dat je soms dan zou schrikken. Het probleem is, en ik heb daar met hem vaak over gepraat, Jan zag zichzelf zo een klein beetje als een vorm van spelmaker. Dat was hij niet. En dat, ja, dat is, pas op, moest het zo gemakkelijk tegen dat type speler, moest het zo gemakkelijk zijn om te zeggen, kijk, dat ben je niet, en die aanvaarden dat. Nee, meestal kampen die ze, verzetten zich daar tegen. Maar dus, Jan, in feite, toen viel de naam nogal gemakkelijk van, we moeten een box-to-box zoeken. En dat was Jan, want Jan kon verdedigen, Jan kon werken. En Jan had ook die infiltratie en kwam aan de 16 en kon daar schieten. Een schot kon evengoed 3 duiven onder het afdak naar beneden halen als in de winkelaar vliegen. Hè. Ik heb ook gemerkt, ik denk niet dat Polak, dat Anderlecht de gewilde, de gewenste keuze was. Ja, van Jan. Hij was Tsjechisch international en ik denk dat hij kwam van Nuremberg, wat dat hem ook kantje boord was en wat weet ik nog. En dus, ja, Anderlecht speelde dan Europees, dat heeft meegespeeld, maar ik zou het spijtig gevonden hebben dat hij van die omstandigheden niet gebruik maakte om te zeggen, ik kan me hier in feite profileren. Ja, er was één geweldig seizoen gespeeld naast Biglia. Ja. Herinner ik me echt een geweldig seizoen. En ik snap wel dat zo'n speler dan denkt van ja, misschien wil ik nu wel terug weg uit de Belgische competitie. Maar ja. Ergens anders. Ja. Ongeveer elke Anderlecht supporter valt in zwijm als je Lucas Biglia vermeldt. Was dat een makkelijke jongen om mee om te gaan? Voor jou als trainer? Ieder supporter van Anderlecht in zwijm voor Biglia? De meeste die wij kennen wel. Ja, want ik weet, hij heeft wel kritiek gehad. En hij gaat dat wel niet toegeven. Maar die heeft hem toch wel geraakt. Want het is maar dat was voornamelijk van de pers, want hij heeft ook wel nog uitlatingen naar de pers gedaan. Maar ik weet, de meeste, we zaten toen allemaal in het stadion in die periode, iedereen rond ons, iedereen was gewoon echt zwaar fan. Like op het Anderlecht Forum bijvoorbeeld, was er elk jaar werd de speler van het jaar verkozen. Ik denk dat bijna elk jaar was het Biglia. Polak heeft 1 keer ingebroken, dat geweldig seizoen. En de rest was altijd Biglia. Het WK dat Biglia, België eruit gaat tegen Argentinië, toen dacht ik van, en nu Vlaamse pers. Gaan we nu eindelijk een keer Biglia de hulde? Of de... Ik heb dezelfde reflex gekregen, want ik voelde ook dat Lucas niet aan waarde geschat werd. En als België dan tegen Brazilië verliest en Brazilië wordt dan wereldkampioen... Argentinië.
Argentinië. Argentinië speelt de finale tegen Duitsland. Ja. Of de finale gespeeld, ja. Dan zeg je toch, allee, dat is een speler van ons competitie. Die zit daar in zo'n wereldploeg met de Messi's en wat weet ik nog allemaal. Ik zal heel kort zijn over Biglia. Dat is, ik vind, een schitterende en vaak ondergewaardeerde voetballer. En een schitterende gast. Ja. Sorry dat ik de chaos gewoon verder omarm. Want we hadden ook het gevoel, binnen de club wordt Biglia niet in de waarde geschat. Ik weet, Van Olsbeek heeft 3 zomers lang in interviews gezegd van ja, we proberen Biglia te verkopen voor 3-4 miljoen, maar niemand wil hem. En wij dachten allemaal, als 1, waarom zou je Biglia verkopen voor 3 miljoen? En 2, waarom wil niemand Biglia? Biglia was de metronoom van het middenveld. Ja, hij scoorde weinig, maar dat is ook het enige probleem. Maar wat is het dat Biglia zo onderschat maakt? Daar moeten we zo weer op terugkomen, want dat is een verkeerde perceptie, hè. Hij is gekomen als nummer 10 van het belofte elftal van Argentinië. Ja, van Argentinië, van de nationale ploeg. En er is nu wel geen andere opvatting over een nummer 10 tussen België en Argentinië, misschien, en wat weet ik nog. Daar was hij misschien wel wat spelmaker, maar qua scorend vermogen... was nul. Nul. En dat is ook nooit zijn sterk punt, niet. Ik denk dat dat ook de reden is waarom we op Anderlecht al redelijk snel een stap teruggezet heeft voor de verdediging met het spel voor zich en te kunnen verdelen. Ik heb me wel vaak geërgerd en in discussies met hem en dat aangehaald en hem daar proberen over te zetten en daar vertrouwen in te geven, dat hem dus altijd beoordeeld werd op het feit dat hem te weinig scoorde, niet scoorde, dat hem niet op de goal trapte en wat weet ik nog. Hij had, ik vond eerlijk gezegd, als ik nu toch Egebrecht bij Biglia moet aanhalen, hij had een slechte trap. Ja, hij had geen wereld. Dus ook op training, hè, dus dat was zo. En je weet, Zuid-Amerikanen die hebben nogal vaak de neiging om met vreef. Maar bij hem, ik weet niet hoe. Die bal was altijd weg, dus dat had hij gewoon weg. Nu, moet dat voor zo'n type speler? Een 6 van mij moet geen 10 goals maken op een seizoen. Nee, maar hij werd altijd. Ik vind toch dat hij beoordeeld werd, inderdaad. Meestal door de media, op het gebrek aan scorend vermogen. En wat je dan zegt, ja, hij speelt voor de verdediging. Hij mocht eruit komen. Maar als je een trainer hebt die zegt, je komt niet over de middenlijn, hoe wil je dan scoren? Zo eenvoudig ligt. Je moet zien in welke positie, met welke taken een speler gebruikt wordt. Ik zeg het nog, ik ben daar heel kort in. Schitterende gast, ondergewaardeerd. De stille kracht in een kleedkamer. Want ik hoor dan dikwijls zeggen, een Biglia moet op tafel kloppen. Nee, maar als Biglia zich recht zette, of als Biglia iets zei, dan luisterde iedereen. Iedereen. Ik heb dat nooit... Je hebt spelers in een kleedkamer die veel lawaai maken, maar dan luistert niemand niet. Luistert iemand niet. Een prof, 600%. Ja. Biglia kwam soms in een kleedkamer. Die zette zich neer, die moest verzorgd worden. En die kon hem recht staan. Ik zeg, Loekie, ça va. En die stond daar recht, maar dat was een kreupele mens. Die wil om te spelen, dat vinden bij de gepassioneerden. De Messi's, die zijn ook half dood en die willen toch nog spelen. Nu, om terug te komen op wat je zegt. Ik heb het altijd aangevoeld dat Anderlecht een heilige schrik had. Moest hij weggaan, dan niet dadelijk een waardige vervanger die direct gaat vergeleken worden met het niveau van Biglia. Om maar een check overkomen is inderdaad. Ja. Dus al wat dan na hem kon, als dat niet goed voorbereid is, en als je niet bijvoorbeeld zegt in hoeverre dat kan bij een topclub, van te zeggen, kijk, die gaat dat niveau niet halen, er zijn andere profielen en wat weet nog, maar wat weet nog. Dus dat is niet gebeurd. Dus die schrik was er wel. Maar langs de andere kant weet ik, uit oren zeggen, dus dat Biglia had een makelaar, vriend van zijn vader, maar die zich heel, heel moeilijk, dat is wat ik hoor, hè, opstelde. En dat heeft wel een relatie op niveau van management en bestuur, heeft wel die relatie beïnvloed. Verzuurd dan eigenlijk. Heeft nooit geen invloed gehad op Luca zelf. Ik vind, als je daar dan niet tussen zit, dan is het niet mijn taak om daar met hem beginnen over te praten. Want, allee, ik ben er om te trainen, wel om te helpen. Moest hij daar zelf over begonnen zijn, kun je daarop inpikken. Maar dat was dus niet het geval. En door het feit dat het echt een gevoelige jongen is,
ben ik zeker dat dat op hem invloed gehad heeft. Er waren die winterperiodes of transferperiodes dat hij naar Argentinië terugging en dan weken daar bleef met zogezegde migraine. Dat misschien te maken met wat je net zegt, op hoger niveau moeilijkere relaties. Nu moet ik nadenken. Is Biglia niet teruggekomen? Dat zou me toch vermoeden. Was dat nog bij... Ik weet niet of het een periode was, maar het is inderdaad een paar keer de befaamde migraineperiodes van Biglia. Ja. En dat is wat supporters, want jij zei daar juist van, de supporters schatten alle supporters van Legt, Lucas, naar waarde. Bij mij kun je geen fout woord zeggen over Lucas Biglia, want dat is het beste wat ik ooit op middenveld heb zien loopbaan Legt. En ik denk niet dat we ooit nog zoiets gaan meemaken. Daar moeten we niet een neus over doen. Maar, dat en ik kan volgens mij ook niet mee in Belgisch voetbal. Voilà, daar zijn we het allemaal over eens. Dat is, we hebben Sambi gehad, we hebben Tielemans gehad. Die ja. dat, maar Biglia was gewoon een middenveld op zijn eigen. Je kon daarnaast zetten wie dat je wou. Want je zegt nu een gilet kon daarnaast uit positie lopen, kon daarnaast flyen en doen. Biglia kuist het wel allemaal op en lost het positioneel wel op. Maar bij het bredere publiek, met die migrainetoestanden en zo, is er gekaderd naar de pers toe, want hij wil niet terugkomen. Hij is een transfer aan het forceren. En dat spel is er toen wel gespeeld in de media ook. Ook door Van Olsbeek zijnde. En dat is wat er bij is blijven hangen bij heel veel supporters. Ja. Wat jammer is. Je doet mij twijfelen, want ik heb geen weet dat Biglia... Hij komt toen een week of zo later terug, of twee weken. Ja. Niet heel lang hoor, maar was wel een periode langer afwezig dan eigenlijk de bedoeling. Ja. Maar vooral duidelijkheid, wij vegen dat met plezier onder de mat. Want we zijn blij dat die man zo lang bij ons gespeeld heeft. Ja. Ik zeg het vooral... Zonder pretentie, hij komt dan toch uit een groot land. Hij had een verleden, hij werd daar op handen gedragen, wat weet ik nog. En dan komt hij naar hier. Ik zeg het, ik denk niet dat Luca in een kleedkamer, een veranderende kleedkamer, ooit ook maar problemen gehad heeft met één speler. En hij speelde er ook ontzettend lang uiteindelijk. Hè. Ja, hij heeft er echt jarenlang in de kleedkamer. Dat hij zo lang bij gezeten heeft. Hè. Wat we niet erg vinden, dus vooral duidelijkheid. Hoor je hem soms nog? Heb je met hem nog contact? Ik heb met hem verschillende contacten nog gehad, via WhatsApp. Oké. Okay. Nodig hem uit. Jij mag tolk zijn. Als hij in Italië speelde en dan na de rand nog, als hij vertrokken is naar, die naam ga ik niet zeggen, Kama... Turkije. Kazimpasen. Nee, niet Kazimpasen. Karagutschuk of zoiets. Ja. Wel, maar er is even... op het einde van zijn periode bij Milan, op het forum dan, was er zo wat dingen. Ze zijn bezig met Biglia, ze gaan Biglia terughalen. En er waren heel veel mensen die zeiden van, ja, fysiek, hoe gaat het nog fysiek? Maar hij speelt nu al 2 jaar in Turkije, bijna een ganse seizoen, onafgebroken. Ik denk vorig jaar 25 matchen, dit jaar ben ik nu niet aan het volgen om eerlijk te zijn. Dus... En die ploeg staat middenin, hè? Dus dat is hoogstwaarschijnlijk geen top. Die zijn ook ineens naar boven gekomen. Geen top, maar ook niet bij de mindere. En ik denk dat de Turkse voetbal is toch een stevige competitie. Ja, dat is waar. Oké, we zitten nu eigenlijk aan mijn voorbereide vragen voor seizoen 2008-2009. Ik weet niet of wij die tijd nog hebben. Ik kijk even naar rechts. Er wordt van nee geknikt. Ik ga toch even negeren en nog één vraag stellen, omdat ik te nieuwsgierig ben. Anderlecht speelt in die voorbereiding, of zeg ik, speelt in de zomer van dat seizoen in de voorronde van de Champions League tegen Bate Borisov. Ik denk dat iedereen nog lichte misselijke gevoelens krijgt wanneer die naam valt. Helaas pindakaas. Ik weet dat Anderlecht toen kocht Kanu en de geweldige speler Matthias Suarez met het idee dat worden onze nieuwe nummer 9's en we doen dat wel even. Hoe frustrerend was dat voor jou? Niet frustrerend, want je denkt mee met de club, je weet dat. Alleen is het zo, als je dus uitlicht tegen een zogezegd onbekende ploeg, ja, dan weet je dat er maar één schietschijf is. Oké, dat moet je bij neerleggen. Ik moet zeggen, als je dan naderop ingaat, en ik denk dat de spelers het zelf bewezen hebben, op termijn waren dat goede investeringen. Mm-hmm. Hoe klein of hoe groot, dat weet ik absoluut niet, dat mogen geweest zijn. Absoluut. Ik moet zeggen, bij zijn aankomst, Kanu, die liet geweldige indruk. Maar die was wel bij zijn aankomst helemaal anders dan al bijvoorbeeld een maand later. Want dus die kwam uit het niets. En ineens, ja, was alles hier mogelijk. En dan voelde dat zo bijna uit bij manier van spreken, uit die andere lippen. Had alleszins zeker het potentieel. Ik weet niet of de wedstrijd in Bate, of dat jullie die goed kunnen herinneren. Maar dat doet dus, want in feite had dat nog helemaal anders kunnen uitdraaien. Dat doet juist op het einde, langs de zijlijn, want hij kwetste zich op. En dat was de voorbode van heel wat ellende voor hem. Een actie
Wat ik toen van gezegd heb, amai. Hij doet daar dus, ik denk in de grote rechthoek, de kruising grote rechthoek met de doellijn. Hij kapt zich vrij en hij brengt die bal voor doel. En Roland Joers die komt daar millimeters te kort om die bal binnen te duwen. Wordt dat daar alsnog, denk ik... 2-2 zou het toen geworden zijn. Ja. 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 Ja, dan heb je alleszins... details af. Daardrand, ja. Dus die details. Matthias is met een vriend geweest. Voor ons is dat ook een crème van een speler. Ja, ja, absoluut. Ik ben wel blij van het traject. En ik zou graag met hem aan tafel zitten, in de hoop dat hij dat beseft. Omdat op het ogenblik dat Matthias gekomen is, heeft hij heel veel getoond wat hem kan. Ontegensprekelijk. Maar je houdt hem voor van, kijk man, als jij zo verder gaat, kun jij je ontwikkelen als Europese speler. Waar? C'est pas. En het duurde voor hem allemaal te lang. Wat je in je binnenste wel begrip moet voor hebben, maar dat doet hij dan progressief. Had ik misschien meer speelgelegenheid moeten geven? Misschien wel. Misschien wel. Maar ik zeg het, als ik het bekijk op de ganse termijn van die 4 jaar, en dat je dan uiteindelijk komt tot de waarde die hij heeft in de ploeg, bijna niet meer weg te cijferen, gouden schoen, dan zeg je, dat traject heb je afgelegd. Hmm. Ik weet, dat eerste jaar komt Herman van Olsbeek bij mij, zegt een... Gade jij, wat denk je van Matthias Suárez? Ik zeg, voor wat? Hij zegt, ik heb een bod van 10 miljoen van Rubin Kazan. Ik zeg, dat is mooi, ik zeg maar niet doen. Hij zegt, je stelt hem niet op. Allee, ja, met een manier van spreken, te weinig. Hè. Ik zeg, ik weet het, Herman. En dat meen ik nu, kun je natrekken. Ik heb hem toen gezegd, kijk, met die kwaliteiten, maar op voorwaarde dat hem zich de volgende tijd, jaren, blijft ontwikkelen en dat hem bewust is van wat het Europese voetbal betekent en nodig is. Ik zeg, die gaat in de kern, ik zeg misschien niet als titularis, luister goed wat ik zeg, in de kern staan van een club die structureel Champions League, met diezelfde woorden, structureel Champions League. En dan heb ik het niet over een ploeg, een club, pardon, die ene keer meedoet en dan 4 jaar ermee. Nee, dan heb ik het, ik zeg niet dat het daarheen ging, dan heb ik het over de wat is het? Subtoppers in. Nee, ja. Zelfs een ploeg zoals Bayern München, waarvan je nu zegt van, boom, die zijn er sowieso. Kan in de kern zitten. Dus, dat profiel, de Chelsea's die normaal altijd bij zijn, en wat weet ik nog allemaal. Nu weten we wel direct ook waarom dat Herman die zomer met Biglia is gaan leuren. Want haar hele gezicht heeft dat hem Suárez moest houden. Er moest geld binnenkomen. Er moest geld binnenkomen. Ja, dat kan zijn, dat kan zijn. Maar ik kan wel aannemen, hè. Je gebruikt die speler. En pas op, dat is geen vurige discussie geweest, dat weet ik nog heel goed. Hè. Herman begreep dat en hij is uiteindelijk wel gebleven. Maar je hebt dan weinig argumenten als trainer, want ik heb geen glazen bol. Het kon best zijn dat 2 jaar later dat hem in provinciale speelde wel niet ontbreekt. Ja. Maar, ik zeg het nog, wat je van hem zag, maar die Matthias... Ofwel zegde, oké, ik ben content, dan spelen we jong en we zullen zien waar het eindigt. Ofwel zegde, je hebt wel potentieel, je kunt veranderen, echt iets betekenen, en later, en daar en daar gaan we werken. En voor hem, ik heb dat... Ja, geen plezante, dus José was dan altijd de tolk. Ook omdat, in tegenstelling tot Nico Frutos, tot Pareja, tot Lucas Biglia... geen Frans. Die wel dat Frans. Ja. Matthias, ja... Dat is moeilijk. Dat ging moeilijk, had daar geen zin voor, of wat weet ik nog wel. Dus, allee, dat vind ik altijd het ergste. Ik spreek nogthans een paar talen, maar dus dat je... Die afstand dat je... Ja. Daarom niet tactisch, maar gewoon een keer even kunt zeggen... Ja, natuurlijk. Matthias, hoe is het en thuis en kinderen en wat weet ik nog allemaal. Maar dus het feit is, dat weet ik dan ook van José, die vertelde op een zekere dag, ja, zegt hij, een zekere dag zat Matthias weer thuis te beklachten doen en heeft zijn vrouw tegen hem gezegd, jong, je zat in Argentinië, je hebt altijd gedroomd van Europa, nu zit er, het kan het begin zijn... Als je nu teruggaat, dan moet je nooit meer terugkomen. Bedankt, mevrouw Suárez. Ja, en dat moet blijkbaar toch bij hem een indruk maken. Ja. Okay. Ze blijven hier al 5 minuten aan mij wapperen dat we echt moeten afronden. Dus helaas, ik had nog 101 vragen voor jou.
Als het voor jou oké genoeg was vandaag qua ervaring, kunnen we misschien kijken om nog eens een nieuwe afspraak in te boeken. Maar wellicht dat je niet rondgekomen is, dat mijn fout? Of het je bent te interessant, meneer Ariel Jacobs. Te interessant, inderdaad. Zo is het effectief. Zeer, zeer, zeer bedankt voor jouw komst. Het was ongelooflijk fijn om... Graag gedaan. Ik ben graag mensen kunnen. Die gepassioneerd zijn. Super. Ja, ik had nog even mijn wekelijkse... Daar is de camera. Voilà. Bedankt aan AIF Imo, die ons helpen. Lem Twist en Tom Sunt. Bij deze, right. Meneer Ariel Jacobs, dank je wel. Wie weet, tot in de toekomst. Zwaai, zwaai.